Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 4, geloof ik. Ja, Vlogmas dag 4. Het is vandaag zaterdag en ik heb een heel lekker chill zaterdagje tot nu toe. Milan die werkt al 2 dagen aan een grote campagneshoot. Dus hij is terug uit Marrakesh, maar ik heb hem eigenlijk alleen gezien, wanneer was het? Donderdag? Ja, donderdag dus. Toen we ook even gingen ontbijten bij de Hoxton, wat jullie hebben gezien in die vlog. Verder heb ik hem eigenlijk gewoon helemaal niet gezien, want hij is super druk. Dus vanochtend heb ik een beetje gerommeld hier in huis. Ik ben lekker weer wat later opgestaan. Gisteravond had ik een super gezellige wijndate met Rachel. Die kennen jullie heel misschien wel van het kanaal De Huismuts. Dat is echt super leuk. We hebben echt lekker wijntjes gedronken en gekletst. Dat was voor onze eerste date. We hadden heel veel contact met elkaar via YouTube en Instagram. En toen dachten we op een gegeven moment van laten we gewoon even gezellig een wijntje doen. En dan gewoon even bijkletsen en zo. Dus het was super gezellig. Ik werd vanochtend wel wakker met koppijn. Ik kan gewoon helemaal niet meer tegen wijn eigenlijk. Of alcohol. Ik word gewoon wakker met een katertje. Het is gewoon waar ik vroeger nergens last van had. Heb ik nu al een kater als ik 2, 3 wijntjes op heb. Lo! Je maakt mijn broek helemaal kapot. Dus ja, dus dat was gisteren. En nu ga ik even een video opnemen voor morgen, voor zondag. Die hebben jullie dan misschien al gezien als jullie deze vlog zien. En dan ga ik even mijn favoriete producten van de maand november delen. Of in ieder geval een video daarmee opnemen. En daarna ga ik even de stad in, want ik wil een leuk cadeautje kopen voor een verjaardag waar ik morgen heen ga. Wat ik trouwens ook nog even tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie comments altijd zo ontzettend lief vind. En als ik naar mijn comments ga op YouTube. En mijn YouTube kanaal is helemaal niet zo groot. En mijn views zijn ook helemaal niet hoog. Maar ik vind echt degene die kijken en die een comment achterlaten. Nou, dat vind ik zo lief. Echt. Jullie zijn echt gewoon de allerleukste kijkers, abonnees die ik kan wensen. Dus dat wilde ik ook even zeggen. Dus ik vind het heel leuk hoe jullie reageren op mijn video's en op Vlogmas. En dat ik iedere dag een video upload. Dus ook echt een grote shout-out naar jullie. Dat jullie zo lief en supportive zijn. Dus dat wilde ik ook nog even zeggen tegen jullie. Oké, nu ga ik echt een video opnemen. Gedaan en de stad was eigenlijk één grote film.
Ik ging naar de stad eigenlijk voor een cadeautje vanmorgen. Maar het was zo hysterisch druk. Natuurlijk, had ik ook wel kunnen verwachten, want het is natuurlijk zaterdag vandaag. En morgen is het Sinterklaas, of tenminste overmorgen Sinterklaas. Maar ik denk dat de mensen het op zondag vieren. Dus het was echt mega druk. Maar ik heb helaas niet echt iets heel erg leuks kunnen vinden. Dus ik denk dat ik morgenochtend nog eventjes de stad in moet gaan. Om eventjes te kijken naar wat leuks. Dus ja, dat moet ik morgen nog maar eventjes doen. Ik zit hier als een granny op de bank. Nou ja, op zich, het valt wel mee. Gisteren had ik wijntjes gedronken. Die avond ervoor heb ik wijntjes gedronken. Dus het is nu wel weer eventjes tijd om gewoon lekker op de bank te zitten. En eventjes te chillen. Daar heb ik ook zin in. En omdat Vlogmas is... Is het natuurlijk ook vet leuk nu op YouTube. Iedereen die uploadt allemaal leuke video's. Dus ik denk dat ik me vanavond wel ga vermaken. En ik ga ook wat video's zelf editen. Zodat ik daar ook niet mee achter ga lopen. Dus dat is mijn plan voor vanavond. Dat is mijn zaterdagavond. Woep woep. Morgen dan is dus de verjaardag waar we heen gaan. Dus van Chloe. Van een dochtertje van een van mijn beste vriendinnetjes. Ze wordt 2, dus ik heb echt super veel zin om haar weer te zien. Ik denk dat ik de vlog ga afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het was niet een heel boeiend vlogje. Ik ga hem nu zo meteen editen, dus ik zal het vanzelf wel zien. Zie ik jullie morgen weer in een nieuwe vlog.